Hoi, mijn naam is Rick en welkom bij alweer de 10e aflevering van Skill. En nu we de basics over de stukken en het aanvallen en het verdedigen achter ons hebben gelaten, kunnen we het hebben over tactiek. En vandaag gaan we het hebben over het eerste stukje tactiek, gratis stukken. Slaan is in het schaken niet verplicht, maar soms kan het wel handig zijn. Zeker in het geval als het stuk wat je slaat gratis is. Want waar zijn wij Nederlanders nou gekker op dan gratis dingen? Wat bedoel ik eigenlijk met gratis stukken? Gratis stukken zijn stukken die niet verdedigd of gedekt staan. Daarom behandelen we ze ook nu, na de vorige video over verdedigen, zodat je nu weet wat het dekken van stukken is. We kijken even naar een eerste voorbeeld. Wat ik de vorige aflevering al zei, is dat je 5 seconden de tijd krijgt om je video op pauze te zetten en de opgave zelf op te lossen, voordat ik het antwoord geef. Wit is hier aan zet. Kan jij hier het gratis stuk vinden wat wit kan slaan? In deze opgave moet wit met de loper op E3 het paard op A7 slaan. Dit stuk stond ongedekt en hierdoor kunnen wij dit stuk gratis slaan zonder dat onze loper wordt teruggeslagen. De andere zwarte stukken die in deze situatie staan aangevallen zijn niet gratis. Als we met het paard op F4 de loper op E6 zouden slaan, kan de pion hier op F7 ons paard terugslaan. En als we in de beginsituatie met de toren op B1 de toren op B8 hadden geslagen, kan de zwarte toren terugslaan en hebben we ook geen gratis stuk. Dus in de opgave moest de loper van E3 het paard op A7 slaan. Dat was gratis. We kijken direct even naar een tweede voorbeeld. Deze is ietsje moeilijker. Zwart is hier aan zet. Je krijgt opnieuw 5 seconden om je video op pauze te zetten. En ook hier is de opgave om het gratis stuk van wit te slaan. In deze opgave zou zwart met paard hier op C6 2 stappen naar beneden moeten gaan en 1 naar links om de pion hier op B4 te slaan. Deze pion stond niet gedekt en is dus gratis. Andere stukken in deze situatie zijn niet gratis. Zwart zou bijvoorbeeld hier de pion, deze pion hier op E4 kunnen slaan, door met het paard hier op F6 2 velden naar beneden te springen en 1 naar links. Maar dan zou het witte paard hier op C3 2 velden naar rechts kunnen en 1 naar boven om het stuk terug te slaan. Deze pion was dus niet gratis. Maar deze pion, hier in de beginsituatie op B4, is dat dus wel. Maar waarom zijn gratis stukken dan zo interessant om naar te kijken? Dat komt dus naar voren in deze voorbeelden. Op het moment dat jij een gratis stuk slaat, kan jouw tegenstander jou niet terugslaan. Dat maakt ze daarmee extra aantrekkelijk. Hiermee verliest jouw tegenstander een stuk en jij niet. En wordt het dus voor jou makkelijker om de partij te winnen. Onder andere omdat de gratis stukken niet verdedigd staan en dus heel aantrekkelijk zijn, zijn zij in latere tactiekvideo's ook hele belangrijke aanvallen. Het is daarom dus zeer belangrijk dat je dit onderwerp meester maakt, omdat er in andere video's op zal worden teruggekomen. En daarnaast nog, als iemand iets gratis aanbiedt, waarom zou je het dan laten liggen? Samengevat hebben we het volgende behandeld in deze aflevering. We hebben gekeken naar wat gratis stukken zijn en waarom ze zo aantrekkelijk zijn. Aan het eind van deze aflevering zal ook weer een opgave in beeld verschijnen die je zelf op kan lossen. Daarnaast zal in de beschrijving staan op welke pagina's van de stappenboekjes je verder kan oefenen met de onderwerpen uit deze video. Zet het antwoord van de opgave die in beeld verschijnt in de comments.